WNL-master Dontrik niemand zorgt al geruime tijd voor onduidelijkheid op de werkvloer, omdat hij zijn voormalig baas Bert Huisjes, die op non-actief is gezet, de hand boven het hoofd houdt. Deze onduidelijkheid roept vragen op, vooral nu Bert Huisjes wordt beschuldigd van ongepast gedrag op de werkvloer. Een van de meest zorgwekkende incidenten kwam van de voormalige presentatrice Roos Mogré, die ernstige zwangerschapsdiscriminatie heeft ervaren. Ze werd na haar bevalling niet meer ingeroosterd, waarbij Bert Huisjes opmerkte. Als jouw kind zwaar gehandicapt is, is het voor mij ook een soort risico. De impact van Bert's naam blijft voelbaar op de redactievloer, zo onthulde WNL-gezicht Thomas van Groningen recentelijk. Hij beschreef hoe de sfeer op de redactie zo gespannen was dat mensen letterlijk in tranen waren en bevend hun werk deden. Hij zag daar echt mensen huilen en beven. Talloze trillende handen. Er is een grote groep mensen voor wie het echt gewoon een harde nee is dat Bert Huisjes terugkeert in dat bestuur, zei hij. Ondanks de onrust en de uitgesproken angsten van veel medewerkers, kiezen prominenties zoals Rick Nieman en Sven Kokkelman ervoor om zich over Bert Huisjes te uiten, zelfs als ze er specifiek naar gevraagd worden. Dit heeft Rick de kritiek opgeleverd een laffe eikel te zijn. Wat ligt er achter deze opvallende houding van Rick? Hij lijkt een tipje van de sluier op te lichten in zijn recente column voor Max Magazine, dat geleerd is aan de tv-gids van Bert's beschermheer Jan Slachter. In deze column geeft Rick aan een aversie te hebben tegen slachtofferschap, je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. Hoewel hij niet direct ingaat op de misstanden bij WNL, werpt zijn focus op de Amerikaanse cultuur en de aantrekkingskracht ervan interessante vragen op. Het lijkt erop dat Rick de implicatie wekt dat zijn WNL-collega S misschien te veel in slachtofferschap blijven hangen en dat zij hun eigen verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Rick legt uit dat zijn tijd in Amerika hem heeft geleerd om in zijn eigen kracht te staan. Hij gelooft dat kansen gecreëerd moeten worden en dat men de uitdaging moet aangaan. Hij bekritiseert de neiging van veel Nederlanders om te veel te zeuren en doemdenken te omarmen. We doen te veel aan doemdenken. Ondanks alle negatieve verhalen in de media over het huidige Amerika ervaar ik nog steeds de positiviteit van dat land. Als ik nu jong was, zou ik er weer heen gaan, al dus Rick. Deze opvallende uitspraken van Rick werpen een nieuw licht op de sfeer binnen WNL en de uitdagingen waarmee de medewerkers worden geconfronteerd. De spanning rondom Bert Huisjes en de onzekerheid over zijn toekomst binnen de organisatie blijven een bron van zorg en frustratie. De houding van Rick kan worden gezien als een poging om een bredere discussie over persoonlijke verantwoordelijkheid en de rol van slachtofferschap in de huidige maatschappij te stimuleren, maar het roept ook vragen op over zijn loyaliteit aan zijn collega's en hun ervaringen.